Goedemiddag mensen, hier Kotse Verkrij en dit gaat weer even over de Hummel DT58. Dat is mijn smalspoor tractortje met de Sax 2-slag diesel erop. Ik heb vorige keer een filmpje gemaakt dat we starten met de accu booster, maar ik heb een nieuwe accu binnengekregen. En die gaan we er gewoon even tussen zetten en dan lopen we even een rondje. Even kijken of we het luchtfilter kunnen controleren. En hier heb je de dieseltank, dat is de olietank. Nou, we zitten echt, ik denk dat je er niet veel van ziet, maar het zit goed vol. Nou, we gaan nog een keer de versnellingsbak openmaken, of wel de olie verwisselen. Dus ik ga even spullen pakken en dan knallen we even die accu ertussen. En dan gaan we gewoon testen. Ik zet jullie even mooi neer hier en dan tot zo meteen. Zo. We gaan eens kijken of we open krijgen. Ik wil het even controleren. Ik denk dat het de oliebadfilter is. Inderdaad een oliebadfilter, maar er zit geen olie in. Dus daar gaan we even olie voor pakken. Even schoonmaken. Even tot het randje. Dus ik kan het even laten zien. De oliebadfilter is zeg maar dat de luchtstroom langs de olie gaat. En dan gaat het vuil blijft in de olie hangen. Dus zeg maar hier. Oh. Kijk, hier tot hiervoor moet ik hem opvullen. Maar daar zit niks in. Dus ga ik even olie pakken en dan giet er gewoon wel in. Ik heb een lekkere dikke olie, dat is een 80W90. Er gaat bijna niks in hoor. Zo. Olie opgevuld. Tot het randje. Vast. Dan gaan we echt die accu erin zetten.
Zo, hier erop. Daar. Ook op. Nou, dan gaan we eens kijken wat het doet. Hij zou het nou gewoon, hij heeft, we gaan eerst kijken of we spanning hebben. Nou, de lamp gaat branden. Deze. Dus dat betekent, dat we spanning hebben op de starter. Die zit hier achter. Dus dan gaan we het eens proberen. Dan zet ik jullie even neer. Deze kant. Hup. Zo. Nou ja, het is lekker weer. Zo, even voorgloeien. Beetje gas erop. Voorgloeien. Beetje meer gas erop. Nou, dat ging vlot, hè? Zeg altijd ook lekker warm. Nou mensen, bedankt voor het kijken, tot de volgende.